Hey ChatGPT, moet ik mij zorgen maken over PFAS in mijn bloed of bloed aan mijn smartphone? Zowel PFAS in je bloed als bloed aan je smartphone zijn zorgwekkende situaties. Het is belangrijk om zowel milieu- als arbeidsproblemen aan te pakken om de gezondheid en veiligheid van mensen te waarborgen. Zeg, hebben wij nu echt artificiële intelligentie nodig om ons tegen onrecht te beschermen? 11.11.11. Kies mee voor menselijkheid op 11.be.